de bewegende heldere stip in het centrum van het beeldveld is het International Space Station met aan boord de Nederlandse astronaut André Kuipers. Hier beweegt ze door de Zwaan. En dit zijn opnamen van 30 december 2011 vanuit Leiden in de avondschemering met nog wat bewolking. En je ziet het Space Station hier voor de hemelachtergrond langs bewegen met sterren aan de hemel. Even een kleine jump, een stukje uitgeknipt. En het International Space Station beweegt hier door Andromeda. Een stukje Pegasus rechts en hier gaat het Andromeda in, langs de Andromeda-nevel. En hier gaat ze langzaam weer richting de horizon zakken.